Geachte aanwezigen, hier ter plekke en thuis voor de buis. Namens de Stichting Nationale Herdenking Jaure heet ik, Jan Vermaning, u van harte welkom. Een speciaal welkom voor onze premier, de heer Rutte, ambassadeurs van Polen, de heer Jepelak, ambassadeur van de Republiek Duitsland, de heer Brengelman, en mevrouw Verbeet, voorzitter van comité 4 en 5 mei, die alle vier op afstand via streaming met ons verbonden en aanwezig zijn. 7 januari 1921. Sjoerd Schelvis zag het levenslicht. Maar tientallen jaren later werd hij geconfronteerd met de donkere kant van de samenleving. We weten daar inmiddels alles van. Vandaag lanceren we het internationaal project Reed een trein naar Sobibor in meerdere talen. Persoonlijk heb ik Sjoerd Schelvis in 2012 leren kennen. Een eerste openhartige ontmoeting in zijn flatje in Amstelveen, wat uitgroeide naar een hechte en bijzondere vriendschap. Heb veel van Sjoerds levenswijsheid en maatschappelijke visie geleerd. De belangrijkste les was dat hij zei: denk bij alles wat je overkomt en doet, wat voegt het toe? Het heeft mij geleerd extra dankbaar te zijn voor bepaalde zaken. Mijn kinderen, bijzondere vriendschappen en diverse activiteiten waaruit je energie en enige voldoening kunt halen. Ik heb me, mede gemotiveerd door mijn eigen familiegeschiedenis, voorgenomen Sjoerds wens mede vorm te geven. Want we moeten het door blijven vertellen. Jules heeft na jaren zwijgen uiteindelijk alle mogelijkheden aangegrepen Sobibor op de internationale kaart te zetten. En dat is hem gelukt. Maar het ging niet vanzelf. Het was soms een loodzware tocht, maar Jules bleef doorgaan. Tijdens de voorbereidingen van het concert en reed een trein naar Sobibor hebben we veel emoties gedeeld. We hebben keihard gewerkt. Veel afspraken gehad, gebeld, gemaild, gelachen, over muziek gefilosofeerd en samen menig traantje in elkaars armen gelaten. Vooral na elke voorstelling brak Jules eventjes, om zich daarna weer te herpakken om boeken te signeren voor de wachtende mensen uit het publiek. Want we moeten het door blijven vertellen. Vandaag, op de 100ste geboortedag van Jules, lanceren wij het concert en het daarbij behorende lespakket voor jongeren internationaal, nu naast de Nederlandse versies ook in het Duits, Pools en Engels. En daarnaast de Nederlandse versie voor doven en slechthorenden. Dit alles is gratis te downloaden en te bekijken op de site Er reed een trein naar Sobibor, die straks door Jules' achterkleinkinderen, Willem en Kate, officieel zal worden gelanceerd. We hopen op deze manier een steentje bij te dragen aan Jules' wens, opdat we nooit vergeten. Een memorabele middag met bijzondere gastsprekers en muziek door leden van het Nationaal Symfonisch Kamerorkest. Ik geef daarom met gepaste trots het woord aan onze minister-president Mark Rutte. Een paar jaar voor zijn overlijden zei Jules Schelvis in een interview: ik heb vertrouwen in de mensheid gehouden. Dat zijn ontroerende woorden uit de mond van een man die in de hel van Sobibor het allergruwelijkste meemaakte. Een man die zijn lieve jonge vrouw en zijn familie verloor aan een nietsontziende moordmachine. Een man die zelf ternauwernood als een van de zeer weinigen overleefde. Wie dan nog vertrouwen in mensen kan hebben, getuigt van een bijzondere levenskracht, wijsheid
en mildheid. Ik geloof dat het bijna niemand is gegeven uit zoveel slechts, zoveel goeds voor te brengen, als Jules Schelvis zijn leven lang deed. En wat is het dan? Een mooie en hoopgevende gedachte dat deze dag, zijn 100ste geboortedag, in het teken staat van de dure plicht die hij zelf voelde het verhaal door te vertellen. Het verhaal van Sobibor en daarmee het verhaal van 6 miljoen onschuldige doden door te geven aan volgende generaties. Steeds weer vanuit de gedachte, nooit meer. En dat nooit meer is nu onze opdracht, het is onze plicht. Want het is zoals de koning zei in zijn indrukwekkende toespraak op de Dam op 4 mei. Sobibor begon in het Vondelpark met een bordje verboden voor Joden. Jules Schelvis heeft ons in persoon voorgeleefd dat het betekent de moed te hebben op te staan tegen onvrijheid, tegen discriminatie en vervolging. Het is goed te weten dat zijn stem nu ook in andere talen door zal blijven klinken. Dat jonge mensen overal zijn indrukwekkende getuigenis tot zich kunnen nemen. Een mooier en passende eerbetoon is niet denkbaar. Jules Schelvis blijft ons inspireren om waakzaam te zijn en het goede te doen. Heel veel succes en dank u wel. De volgende gastspreker zal zijn politica en bestuurder en voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, Gerdy Verbeet. Beste mensen, in Joure en thuis voor het scherm. Vandaag herdenken we een heel bijzondere man. Vandaag, op 7 januari... zou Jules Schelvis 100 jaar zijn geworden. Hij werd 95. Maar als het aan de naties had gelegen, was hij niet ouder geworden dan 22. Zo oud was hij toen hij op 4 juni 1943 de trein uit Westerbork, waarin hij zat, aankwam in Sobibor. Alle mensen uit deze trein
vonden nog dezelfde dag de dood. Hij werd ingedeeld bij een ploeg van jonge mannen die elders turf moesten steken, buiten het kamp. En zo overleefde hij de oorlog. En zo kon hij de respectabele leeftijd van 95 bereiken. Zoals hij zelf in 2014 al zei: de misdadigers van toen heb ik allemaal overleefd. Jules Schelvis was een van de meest bijzondere mensen die ik ooit heb ontmoet. Ik heb het voorrecht gehad hem een aantal keren te mogen ontmoeten. De eerste keer was in 2004 in mijn functie als woordvoerder namens de Partij van de Arbeid voor oorlogsgetroffenen. En direct viel mij op wat een fijn besnaard mens hij was. Ik voelde me zeer vereerd dat ik in 2014 door hem werd uitgenodigd om in de Westerkerk bij de première van het indrukwekkende muziekstuk Er reed een trein naar Sobibor aanwezig te zijn. Een adembenemende, onvergetelijke avond. Die kleine man die op een beheerste toon de meest gruwelijke gebeurtenissen beschreef. 3 jaar daarvoor, in 2011, trad hij in de rechtbank in München op als mede-aanklager bij het proces tegen John Demjanjuk. Die was aangeklaagd als bewaker in Sobibor. Doodstil was het in de zaal toen Jules Schelvis de namen noemde van zijn in Sobibor vergaste familieleden. 16 namen. De man die daar in de beklaagde bank zat, werd mede verantwoordelijk gehouden voor hun dood. En toch kende Schelvis geen haat. Met ferme stem betoogde hij in de rechtszaal: hij moet schuldig worden bevonden, maar daarna mag hij gaan en staan waar hij wil. Hij is oud. Hij moet de laatste jaren in vrijheid kunnen doorbrengen. Dat zag hij als een eerbetoon aan zijn ouders, door wie hij humanistisch was opgevoed. Voor hem was het belang van het proces niet dat Demjanjuk achter de tralies zou verdwijnen. Het belang was dat de wereld kennis nam van wat er in Sobibor was gebeurd, met zijn familie en al die 170.000 anderen. Steeds als ik hem hoorde praten, was dat wat op mij zo'n indruk maakte. Hij had gezien tot welke gruwelijke daden mensen in staat zijn, maar het had hem zijn geloof in mensen niet ontnomen. Het doel van de naties, om de Joden te ontmenselijken, dat is bij hem niet gelukt. Het is de boodschap die je hoopt over te brengen als je kinderen vertelt over de oorlog. Wat er kan gebeuren als een groep mensen apart wordt gezet. Als ze niet meer als mensen worden gezien, niet meer als mensen worden behandeld. Aan die boodschap heeft Jules Schelvis met zijn onvermoeibare tocht langs klaslokalen, zalen en zaaltjes, tv-studio's en rechtbanken bijgedragen. Net zoals hij eraan heeft bijgedragen dat het door de nazi's vernietigde kamp niet onder het asfalt is weggewerkt, maar dat het een herdenkingsplaats is geworden. Als voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei weet ik hoe belangrijk dat is. Dat de schuldige plekken, zoals de dichter Armando het noemde, in stand blijven. Als herinnering en als waarschuwing. Vandaag eren we Jules Schelvis, die op 7 januari 100 jaar zou zijn geworden. Ik denk dat ik hem niet beter kan eren dan met het laatste deel van het gedicht van Friedrich Rückert, de strofe die Jules zelf heeft voorgelezen aan het eind van zijn pleidooi in de rechtszaal in München. Oft denk ich, sie sind nur ausgegangen. Bald werden sie wieder nach Hause gelangen. Der Tag ist schön, oh, sei nicht bang. Sie machen nur einen weiten Gang.
welche heißt ich seiner Kalb, wost gekennt doch seiner Vogel, wost gekennt doch seiner Schwalb. Lacht ihr wie die Korn, bei keinem nicht kein Knecht. Lacht der Wind in Korn, lacht, lacht und lacht, lacht der Robatoger ganze nur halbe Nacht. Donai, 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 derde gastspreker vandaag is Christine Gispen, voorzitter van de stichting Sobibor. Dankjewel Jan en goedemiddag allemaal en ook een extra welkom namens stichting Sobibor. Aan iedereen ook die meekijkt met deze livestream. Zoals gezegd, mijn naam is Christine Gispen de Wiet en ik ben voorzitter van stichting Sobibor. En toen Jan Vermaning mij vertelde over zijn mooie plan om het bijzondere werk van Jules Schelvis en hemzelf voor een breder publiek toegankelijk te maken, kon ik niet anders dan enthousiast zijn. De verbeelding van het verhaal door muziek is een zo indringende vorm van vertellen dat het je lang bijblijft en tot nadenken stemt. Dat het verhaal nu door zoveel goed verstaanbaar is, is fantastisch. Stichting Sobibor heeft hoog in haar vaandel Sobibor blijvend herinneren door informatie en educatie. Jules Schelvis heeft de stichting in 1999 opgericht. Voor hem was het vooral belangrijk dat jongeren de verhalen doorvertelden over wat er met de Joden in de Tweede Wereldoorlog gebeurd was. Stichting Sobibor heeft daar afgelopen jaar in nagedachtenis aan Jules Schelvis een extra dimensie aangegeven. Door de Young Ambassadors Award in het leven te roepen voor middelbare scholieren die op bijzondere wijze aandacht besteden aan de herinnering van Sobibor. De eerste award werd uitgereikt aan Renata van Vuren, leerling van VWO 6 van het Nuborg College in Elburg, voor haar ontroerende verslag dat zij schreef over haar reis naar Sobibor in het kader van de jaarlijkse internationale jeugdconferentie. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de Stichting Pools-Duitse Verzoening en de provincie Gelderland en gesteund door Stichting Sobibor. Jongeren uit Nederland, Duitsland en Polen ontmoeten elkaar in Polen en wisselen ervaringen uit over hun bezoek aan de kampen. Een paar weken geleden kreeg ik een e-mail van een oud-leerling van het Nuborg College die mij vertelde hoeveel indruk diezelfde jeugdreis op hem gemaakt had 7 jaar geleden.
Op die reis, het was 2013 en de 70-jarige herdenking van de opstand in Sobibor, ontmoette hij Jules Schelvis. Hij had, zoals hij zei, het geluk even met hem apart te kunnen zitten en hem te vragen wat hem op zijn leeftijd nog naar deze plek bracht. Dat doe ik voor jullie, omdat jullie deze verhalen verder moeten vertellen, zei Jules. Die boodschap is zo bij me blijven hangen, vertelde de oud-leerling, dat ik nu, na 7 jaar en op een moment in mijn leven dat het mij past en dat ik eraan toe ben, iets terug wil doen. Hoe mooi zou Jules het zelf gevonden hebben zo'n bericht te mogen ontvangen. Zijn gedachtegoed werpt zijn vruchten af zoals hij het bedoeld heeft. En daar zetten wij ons als stichting voor in, om deze verhalen door te vertellen. De oud-leerling die mij deze mail schreef is Koen van Dijk. En u gaat meer van hem horen in zijn podcastserie over de Holocaust die dit jaar, waarschijnlijk zelfs deze maand nog, van start gaat en geïnspireerd is op zijn ontmoeting met Jules Schelvis. Eind oktober 2020 zijn de deuren van het nieuwe herinneringscentrum in Sobibor opengegaan voor het publiek. Een sober museum met een indringend verhaal in zwart, wit en grijs. De Nederlandse ondertiteling van het verhaal van Jules Schelvis vormde de aanleiding om de ondertiteling in meerdere talen uit te voeren, zoals Jan al zei. En er reed een trein in verkorte versie aan te bieden aan het museum als onderdeel van de vaste collectie. Wij hopen dat diegenen die Sobibor bezoeken net zo geraakt worden als wij zelf door de verhalen die verteld worden en de verbeelding van Jules Schelvis en Jan Vermaning. Alleen verstild en in jezelf kun je nadenken over wat er op die plek gebeurd is en hoe je daar zelf iets mee kunt doen om het nooit meer te laten gebeuren. Dank u wel.
tot u zal spreken mevrouw Jenny Goldschmidt, emeritus professor in Human Rights Law. Dank u wel. Is dit een mens? Dat zijn de woorden van Primo Levi, die steeds weer bovenkomen als je het verhaal hoort zoals van Jules Schelvis. Zowel met betrekking tot de daders als met betrekking tot de slachtoffers wordt die vraag gesteld. Daarom kan het verhaal van wat er gebeurd is niet vaak genoeg verteld worden. En daarom moeten we zorgen dat de geschiedenis zich niet herhaalt. Daarom besluit meteen na de Tweede Wereldoorlog de wereldgemeenschap tot het oprichten van de Verenigde Naties. En daarom begint de Universele Verklaring uit 1948, de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens, met de bepaling dat alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. In Sobibor en op weg naar Sobibor werden mensen ontdaan van die menselijke waardigheid, omdat ze Joods waren. Maar ook om andere redenen werden mensen niet geacht aanspraak te kunnen maken op hun mens zijn, op het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van hun persoon, zoals het in die verklaring staat. Ook gehandicapten bijvoorbeeld moesten uitgeroeid worden. Al in 1933 werden doven daarom in Duitsland gesteriliseerd. De Joodse en dove Anna heeft Auschwitz overleefd, dankzij een bewaker die haar aanspoorde om het bordje doofstom wat zij moest dragen af te doen. Een stukje menselijkheid in een onmenselijke wereld. Haar verhaal is verfilmd door Tom Linsen, Anna's stille strijd. Je kunt alleen mens zijn als je het in al je hoedanigheden, in alle facetten van je identiteit en je persoonlijkheid mag zijn. En dat is nog steeds niet vanzelfsprekend. Daarom is die norm later uitgewerkt in allerlei verdragen, zoals het gehandicaptenverdrag. Ook dat begint met het benadrukken van respect voor de menselijke waardigheid. En daarin staat meteen in het begin al dat de identiteit en de diversiteit van mensen belangrijk is. Dat mensen vaak te maken hebben met meervoudige manieren waarop hun mens zijn wordt afgenomen. Het gaat dan om, zoals bij de dove Anna, mensen die doof zijn, gehandicapt zijn, vrouw zijn en Joods zijn. Intersectionaliteit wordt dus expliciet genoemd. En het gehandicaptenverdrag bevat nog meer uitwerking die belangrijk zijn voor het beschermen van menselijke waardigheid. Een van de belangrijkste dingen is dat een beperking of een uitsluiting ontstaat doordat mensen op een bepaald punt anders zijn, maar ook tegelijkertijd doordat aan de andere kant de maatschappij ze anders maakt, doordat er belemmeringen worden opgeworpen. Jules Schelvis zegt dat zelf ook. Hij zegt: ik ben van Joodse afkomst, maar wij waren vooral humanist. Hij werd Joods gemaakt. Alleen zijn Joods zijn was nog relevant. Op die manier leggen anderen je op wat jij bent naast wat je zelf bent.
Voor doven is het niet erkennen van de taal een belemmering om volledig mens te kunnen zijn, volwaardig mens te kunnen zijn. Daarom is het belangrijk dat er erkenning is gekomen van Nederlandse gebarentaal. Ik zag een parallel waar Jules Schelvis vertelt dat het Jiddisch gebruikt werd om te laten zien van hey, dit is onze identiteit, wij horen hiermee bij elkaar. Gebarentaal is voor Joden deel van hun identiteit. Ondertiteling voor Joden, sorry voor doven. Ondertiteling is niet precies hetzelfde, maar is wel een manier die mensen er ook bij kan betrekken. Daarom is het zo belangrijk dat deze verhalen nu ook ondertiteld beschikbaar zijn. Het betekent het wegnemen van een belangrijke belemmering voor mensen met een auditieve beperking, Joods of niet. En daarmee een stap op weg naar hun erkenning van mens zijn. Het is ook hun menselijke waardigheid waar Jules Schelvis tijdens zijn leven voor streed en waar wij hem vandaag en nog heel lang dankbaar voor zijn. Dank u wel. Doch ein Tag ist schon wieder vorbei. Und der Cholm, wo sich abgecholmt war sich, ist er weg mit dem Wind auf das Das Leben vergeht und keine Hoffnung ist als nicht da. Maso, es scheint einmal vor jedem noch nicht vor mir. Het is fijn dat er ook familie van Jules aanwezig is. Het is mij een groot voorrecht om u te kunnen vertellen dat Kim Lacroix, kleindochter van Jules, u toe zal spreken. Vandaag, 100 jaar geleden, werd mijn opa geboren.
Zijn hartewens is altijd geweest dat verteld zou blijven worden over wat hij in de concentratiekampen heeft meegemaakt. In de hoop dat dit nooit meer zal gebeuren. En zodat mensen kunnen leren van de gruwelijkheden die de Joden en anderen in de Tweede Wereldoorlog zijn aangedaan. Enkele jaren geleden heeft de heer Vermaning prachtig lesmateriaal ontwikkeld. Dit materiaal is nu vertaald in het Duits, Engels en Pools en voor doven en slechthorenden. Ik weet zeker dat mijn opa hier zeer verheugd en zeer trots op zou zijn geweest. Ik denk dat het heel belangrijk is dat het verhaal verteld en gehoord zal blijven worden. En niet in de eerste plaats voor de Joodse overlevenden en hun nageslacht, maar ook voor anderen die in oorlog of in erbarmelijke omstandigheden, zoals onderdrukking, hebben moeten opgroeien of leven. Onlangs is er een brief gevonden, geschreven door mijn opa. Hij heeft deze brief geschreven aan zijn familie, vlak na de bevrijding van het kamp Vaihingen in 1945. In deze brief schreef hij dat zijn vrouw en haar ouders direct waren vermoord in Sobibor en dat hij zelf ontsnapte. Ik citeer uit de brief. Helaas heb ik, zoals je misschien wel op de hoogte zult zijn, zeer slechte mededelingen. Van onze 7 huisgenoten moet ik schrijven dat, naar ik je kan aannemen, ik alleen ben overgebleven. De anderen zijn, helaas moet ik het mededelen, niet meer in leven. Er moet wel een wonder gebeurd zijn als een van hen terugkomt. Ze zijn, naar ik aanneem, hij lag in het ziekenhuis, direct bij zijn aankomst in het SS-zonderlager Sobibor bij Lublin vergast. En een stuk later schrijft hij, ik schrijf dit alles zo koud, daar het vele wat ik heb gezien en wat ik zelf heb meegemaakt, mijn hart heeft gemaakt. Het zal je wel pijn doen dit alles te lezen, maar toch moet ik het schrijven. Hij had geen idee hoe hij de oorlog had overleefd, schreef hij. Ikzelf ben als door een bovenmenselijke macht in leven gebleven. Vele malen stond ik voor de dood. Vele beslissingen heb ik moeten nemen, die leven of dood betekenden. Doch steeds was het lot mij gunstig. Mijn opa heeft mij en anderen heel veel verteld over wat hij heeft meegemaakt in de kampen en in de oorlog. Hij zegt in zijn brief, ik schrijf dit zo koud. Hij kon niet meer voelen. Het was te pijnlijk geweest wat hij heeft meegemaakt. Ik vind dat heel invoelbaar. Hij ging zonder te weten wat hem te wachten stond de trein in en zijn vrouw werd zo van hem afgenomen. Ik heb vaak gevoeld, als ik bij hem was, dat hij zijn verhaal zonder gevoel vertelde. Ik denk dat hij zich staande moest houden. Voelen zou hertraumatisering zijn. Ik vermoed dat mijn eigen vader veel heeft moeten ondergaan of voelen wat mijn opa niet meer kon voelen en emotioneel verwerken. Mijn vader gedroeg zich verwarrend, in de war. Hij had een platenzaak in Amsterdam waar hij Duitsers zijn winkel uit schreeuwde in het Duits. Raus, raus, zei hij dan en hij vroeg hen om een Ausweis. Soms keerde hij het om en waren de Joden de daders en anderen de slachtoffers. Ik heb als kind de verwarring en angst gezien bij mijn vader. Hij sprak er niet over, maar ik kon het voelen en merken. Ook heb ik de meest gruwelijke verhalen zonder gevoel gehoord bij mijn opa thuis. Ik had zelf last van angsten die ik niet begreep. Ik vroeg me onder de douche wel eens af of er water of gas zou komen. En moest op wintersport, als ik dicht op elkaar met anderen in een gondel stond, denken aan gaskamers. 'S Nachts werd ik wakker van een nachtmerrie dat ik gedeporteerd zou worden. Maar ook het doorzettingsvermogen en uithoudingsvermogen van mijn opa hebben me altijd geïnspireerd. Ik heb er mijn grootheidsfantasieën aan opgehangen. Mijn opa heeft de kampen overleefd. Het gaf me een gevoel dat ik alles aankon, alles kon bereiken, als ik mijn best maar deed. Zo hebben de ervaringen van mijn opa generaties doorgewerkt. Ik hoop trouwens dat het wel nu stopt bij mij, maar dat weet je nooit. Pas nu ik jarenlang in psychoanalyse ben, vind ik woorden voor mijn ervaringen en gevoelens die ik associeer met het kampverleden van mijn opa. De woorden die mijn vader er nooit voor heeft kunnen vinden. Mijn opa is zo moedig geweest zijn ervaringen op te schrijven en te delen. En helaas zijn er veel mensen die dat niet kunnen of willen,
maar die dezelfde pijn en traumatisering met zich meedragen en dat onbewust overdragen op latere generaties. Dit geldt uiteraard voor elk oorlogsleed in welk oorlogsgebied dan ook en ook voor getraumatiseerde vluchtelingen. Ik vind het, mede namens mijn opa, heel belangrijk dat deze middag georganiseerd wordt en dat het verhaal verteld blijft worden. Opdat we niet zullen vergeten, nooit zullen vergeten wat er is gebeurd. Dank u wel voor uw aandacht. Oi, wie viel jaren zijn het vervoren, seit ich bin am Wilde Otto-Dom. Die Räder drehen sich, die Jahren gehen sich, ich bin schon alt, kreis und groß. Die Räder drehen sich, die Jahren gehen sich, ich bin schon alt und kreis. Steek waaraan, ik wil nicht ermonen, obwohl de hand a stikkel glik. Die reden drehen zich, die jaren gehen zich, geen entwer is nicht da zurück. Von glik vertrieben, bin ich geblieben und Weib und Kind und da allein. Die Räder drehen sich, die Jahre gehen sich, und elend bin ich wie ein Stein. Hab geherzogen, man will mich verjagen, ein Reus von dort. Von der Bühne, die Räder drehen sich, die Jahren gehen sich, neu ohne Meck und ohne Ziel. Wo will ich wohnen? Wer wird mich scheunen? Ich bin schon alt, ich bin schon mir. Die Räder drehen sich, die Jahren gehen sich, und euch mit Weh geht euch entgegen. Die Räder drehen sich, die Jahren gehen sich, und euch mit Weh geht euch der Jid. Bijna het moment om de internationale site te lanceren. En wie kunnen dat beter doen dan we weer een generatie verder zijn met de achterkleinkinderen van Jules Schelvis, Willem en Kate. Ze vinden het spannend, wij ook. Prachtig dat de site vanaf nu voor iedereen zichtbaar en toegankelijk is. Jules' boodschap kan op deze manier nog meer dan voorheen verkondigd worden. Herhalen is de kracht van het leren. Dank aan iedereen die zijn of haar medewerking heeft verleend aan dit project. Dank aan de aanwezigen hier ter plekke, maar speciaal dank aan u, de kijkers thuis. Fijn dat u aanwezig was en verbonden met ons was. We hebben met dit
internationale project een steentje bijgedragen aan Jules' wens. Laten we dit vooral blijven doen, opdat we nooit vergeten.